Thierry Baudet stoort zich aan het kabinet dat de mond vol heeft over immigratiebeperking, maar geen werk maakt van remigratie. Vandaag vertelt hij waarom dit essentieel is om de problemen van de massa-immigratie te kunnen oplossen. Campagnevideo's van Forum zijn inmiddels doelwit voor het OM. Kijk even mee naar de beelden waar het om gaat. Ik ben non-binair. Maar ben je een man of een vrouw? Jij bent welkom, welkom in mijn land. Ik zag je in de boot, op het nieuws en in de krant. Diversity is humanity's destiny. Europe will be diverse, like all other parts of the world we diverse. The only question is, how do we deal with that diversity? Ja, alle drie veroordeeld. Nu ook dit soort campagnevideo's. Ja, waar het, dat is de volgende stap. Waar eindigt dit dan? Nou ja, daarom vond ik het punt wat net werd gemaakt over... ja, maar was het nou wel of niet de meest stijlvolle tweet ooit? Dat is een beetje bezijden. Het punt, het gaat om de trend. De trend is dat steeds meer kritiek op de regering gecriminaliseerd wordt. Hier zeggen wij in deze twee campagnefilmpjes... één, wij zijn tegen geslachtsveranderingsoperaties bij kinderen... en dat hele transgendergedoe op scholen. Twee, wij vinden dat de diversiteit van de immigratie... tot heel veel problemen leidt. En we zijn daar geen voorstander van. We willen stoppen met de massa-immigratie. Dat wordt nu gezien als belediging en aanzetten tot haat. En dat is natuurlijk vanuit het perspectief van de democratie ongelooflijk gevaarlijk. Want iedere politieke stellingname kun je zeggen is aanzetten tot haat. Als links zegt de superrijken betalen te weinig belasting, dan kunnen de superrijken aangifte gaan doen en zeggen er wordt aangezet tot haat tegen ons. Iedere beledigd groep, beledigd als groep. 37C, dus ja. iedere politieke stellingname is een kritiek op instanties, organisaties, mensen. En die kunnen zich beledigd gaan voelen. Maar het hele punt is nou juist dat we dat met argumenten en via verkiezingen in een democratie uitwerken. En als het OM om de hoek komt kijken, de rechterlijke macht, boetes, gevangenisstraffen, noem het allemaal op, dan heb je geen vrije samenleving meer. Slotvraag aan je, want we hebben net dus die opsomming al geschetst. Je maakt hier duidelijk zorgen om. Ondertussen zit je in de Tweede Kamer met drie parlementariërs namens jouw fractie. Maar je bent ook alle drie al veroordeeld. De rechter bemoeit zich met jullie. Tast dat nou ook jouw werkwijze aan? Of ga je hier nu anders mee om? Of denk je van nou, ik hou hem misschien in, want voor je het weet sta ik weer voor het hekje? Ja, natuurlijk. Natuurlijk hou je in. Natuurlijk heeft dat een enorm effect. Omdat je namelijk weet dat het niet alleen hierbij kan blijven. Dit kan een opmaat zijn voor op een gegeven moment een partijverbod. Ze kunnen op een gegeven moment zeggen, we stoppen alle subsidies die jullie als partij krijgen. Jullie maken het met Ongehoord ook mee. Er komt een waarschuwing uit het Commissariaat voor de Media. Er komt een waarschuwing uit de NPO. Raisa moet volgende maand 21 november. Die moet voorkomen. Ja. Natuurlijk gaat daar een enorme... En dat is ook precies waarom ze het doen. En dat is het laatste punt dat ik echt wil maken. Maar onze tegenstander heeft onbeperkte financiële en juridische middelen tot zijn beschikking. Dit wordt al die soort processen worden met belastinggeld betaald. De landsadvocaat wordt door de belastingbetaler betaald. Wij worden allemaal met juridische strijd bekogeld en belasterd. We moeten ons verdedigen. We moeten zelf onze advocaten betalen. We zijn daar dagen mee bezig in de rechtszaal, enzovoort, enzovoorts. Dus ook als ze de zaak verliezen, hebben ze gewonnen omdat ze ons geld hebben afgetroggeld en omdat ze ons tijd hebben gekost en omdat in de publieke opinie er toch een soort smetje aan je blijft hangen. Dus dit is echt een hele slechte, gevaarlijke ontwikkeling. We blijven daarom in dit programma veel aandacht ook hebben voor dit thema en het ook uitgebreid volgen. Jullie als Forum voor Democratie zeggen, we moeten hier wel mee aan de gang. Of het nou moeilijk is of niet. Maar jullie hebben daar een plan voor wat Nederland zou moeten uitvoeren om te beginnen met remigratie. Hoe ziet het eruit? Ja, dus wat hier al een beetje gezegd is, maar de context is eigenlijk het volgende. We kunnen nu werk gaan maken van het inperken van de immigratiestromen. Dat moet ook gebeuren en dat is ook goed en dat is noodzakelijk enzovoort. Alleen het echte probleem is in de afgelopen 50 jaar hier opgebouwd. En dat weten we allemaal. Dat is ook helemaal geen taboe meer. Pim Fortuyn had het erover. Theo van Gogh, iedereen. Er is een massaal integratieprobleem. En dat integratieprobleem dat lost zich niet op. Sterker nog, bij de volgende generatie zie je dat juist het probleem veel groter wordt. Hè? Die islamisten en radicale islamtypes en zo, dat is vaak tweede, derde generatie. Dus wat je moet doen op een gegeven moment als land, en dat is waar wij voor pleiten, dat je een streep trekt. Je zegt, jongens, wij willen dat hier mensen zijn die gewoon willen werken, die van Nederland houden, die de schouders eronder willen zetten. En als je dat niet wil, even goede vrienden, dat is misschien in een huwelijkssituatie die niet werkt of in een arbeidssituatie, dan moet je op goede manier
afscheid van elkaar nemen. En wat blijkt nou uit allerlei peilingen en onderzoek? Dat een aanzienlijk deel van die mensen met enorme integratieproblemen, mensen waar dat elke dag knalt in onze samenleving, sociale cohesie, die voelen zich ook helemaal niet op hun plek in Nederland. Als wij en de kosten lopen uit de klauwen op een manier waar 30.000 euro nog helemaal niets voor is. Ik bedoel, als je 250.000 euro zou hebben, dan zou je nog winst maken als land. Die mensen, dit kost alleen maar ongelooflijk geld. En criminaliteit, leerachterstanden, onveiligheid, de overbelasting in de zorg. Noem het allemaal maar op, de woningnood. Dus als je gaat kijken en je zegt, mensen die terug willen naar Somalië, we helpen je gewoon. Je krijgt 50.000 euro mee, je hebt je familie. Je kan daar de komende 3 generaties leven als een stamhoofd daar in Somalië met dat geld. Het is geweldig. En die mensen die staan te springen om dat te doen. Dat is helemaal niet iets naars of iets onaardigs. Die mensen staan niet te springen om dat. Ja, dat blijkt dus uit heel veel onderzoeken en peilingen dingen, dat die teleurstelling over wat de immigratie zou betekenen, dat is iets dat aan beide kanten. Nederlanders hebben zich totaal niet gerealiseerd wat op hun afkwam de afgelopen decennia. En nu ook zie je dat heel veel Nederlanders echt denken, dit is de grootste vergissing die we ooit hebben gemaakt. Maar heel veel van die migranten en migrantengezinnen, tweede generatie, derde generatie, die voelen zich niet fijn. Ja, ik ben het met je eens. Remigratie, natuurlijk. Hè, maar of dat dan moet door mensen veel geld te geven met het risico dat ze dan binnen 48 uur weer terug zijn, daar zet ik wel een groot vraagteken bij. Even naar Jan. Ik allemaal een beetje geneuzel in de marge. Kijk, natuurlijk is het zo dat op het moment dat je grenzen wagenwijd openstaan en je gaat mensen 50.000 euro geven om weg te gaan en daarna komen ze weer terug met de fiets, dat slaat nergens op. Dat snapt iedereen. Waar het alleen om gaat is dat we in eerste instantie, voordat we met precies beleid, moet er een fundamenteel punt landen in dit land. En dat is waarom wij als enige partij dit continu opbrengen. Dat het echte probleem is niet de 10.000, 20.000, 30.000 mensen die nu elk jaar binnenkomen. Maar is het probleem de afgelopen 50 jaar opgebouwd. Dat merkt ook iedereen. Dat is wat elke Nederlander meemaakt. In de trein, in bij het uitgaan, die onveiligheid, de problemen op de werkvloer, noem het dan maar op. En dat is iets wat we alleen kunnen oplossen op een hele, nogmaals, vriendelijke, aardige en vrijwillige manier. Maar je kunt gewoon zeggen, jongens, het werkt niet zoals wij het willen. We gaan je helpen, resettle. En dus je zult zien, ja, maar dat is ook tienduizenden, honderdduizenden mensen zullen dat met beide handen, met enorm veel plezier aangrijpen. Ik spreek met die mensen. Het is echt iets waar we een enorme oplossing laten liggen als land. Even naar Jan. Jan, als je dit zo hoort, ook de discussie over remigratie. Je zit hier als ondernemer, we gaan ook nog veel van je horen in deze uitzending. Maar als je hiernaar luistert, denk je dan van, nou, remigratie, goed idee? Ja, nee, kijk, ik vraag me natuurlijk af, als je mensen bijvoorbeeld geld mee zou geven, je zegt, nou, ga terug. Ja, wat hebben ze dan van geleerd? Is het niet beter om te kijken wat je aan ontwikkeling kunt doen in het betreffende land? Kijk, wij hebben denk ik ergens de mazzel dat de ligging van Nederland heel gunstig is qua doorvoer, handel. Ja, dat is op landen zoals Afrika natuurlijk moeilijker. Maar wat kun je de mensen meegeven om te leren dat ze daar ook weer een handel hebben? Of ik hoor dat er in de woestijn, daar kun je geloof ik heel veel windmolens neerzetten. Ik noem maar wat, dat je heel veel energie daar opwekt. Deze ondernemer ziet kansen. Ja, maar wat is dit nou voor? Wat is dit nou? Wat ben je nou aan het doen? Nee, maar het gaat om. Ik bedoel alleen te zeggen, wat kun je in het land creëren voor die mensen dat ze daar ook een goed leven hebben? Ja, dat met 50.000 euro kun je daar gewoon prima 30 jaar leven. Nee, maar dat is ook zo. Maar dat zou je dan met die ontwikkelingssamenwerking kunnen oppakken op het moment dat je in de landen van herkomst. Waarom willen jullie nou toch de hele wereld redden? Denk nou aan het belang van Nederland. In Nederland, we hebben dit probleem in Nederland. Gigantisch probleem, eigenlijk in heel Europa. Een groot deel van die mensen is bereid, is blij om met een bedrag dat een fractie is van wat die mensen ons kosten in hun hele leven of de komende generaties, om met een zo'n smile op het gezicht te vertrekken. Why not? Maar moet je het geld zomaar meegeven of moet je zeggen van, we kunnen ook dat geld inzetten om je dwelt met een handel. Oh, één tegelijk. Jan nog even. Nee, dat je het geld daar zo uitgeeft dat die mensen ook iets leren, dat ze daar ook een verdienmodel hebben voor de komende generaties. Oké, je geeft ze een hengel mee. Dat ze niet meer terugkomen. Maar Thierry, eventjes terug naar het remigratieplan wat je net hebt toegelicht. Joost Niemuller zei er net over. Ja, maar wacht eens even. Als we die mensen een zak geld mee gaan geven, is er ook het risico op een aanzuigende werking dat mensen. Nee, dat begrijp ik. Dus dat is. Hoe gaan we dat tackelen? Ja, kijk, dat is nou echt weer zoiets van. Dat zijn die praktische uitwerkingspuntjes. En vanzelfsprekend, zo begon ik ook mijn verhaal, moet je natuurlijk ook iets doen aan de instroom.
Als je niet je grenzen niet controleert, dan heeft het geen enkel zin om mensen 50.000 euro te geven om weg te gaan. Ja, maar dan kunnen ze we meteen weer terug. Ja, okay. Dus dat iedereen snapt. Alleen voordat je beleid kan maken, moeten eerst de geesten worden overtuigd dat dit is waar we naartoe moeten. Hoeveel zijn de kosten eigenlijk? Je had het over 50.000. Maar easy. Wat mij betreft, begin je gewoon met 250.000. Het jaar daarna maak je er 245.000 van. Het jaar daarna maak je er 240.000 van. Het jaar daarna 250.000. Ja, maar goed, dit is persoon. Eigenlijk praat je over, in de kern gaat het over opvang in de regio. Dat is eigenlijk waar het over gaat. En op het moment dat mensen hier zijn, ga je opvang in de regio. Het heeft helemaal niks te maken met opvang in de regio. Neem nou een voorbeeld: Syrië. Assad heeft gezegd: iedereen kan terugkomen, Syrië is voor 90% veilig. Hij heeft een algehele amnestie voor iedereen die dienst geweigerd heeft, noem het allemaal op. Een heel groot deel van die Syriërs die hebben inmiddels een vaste verblijfsvergunning in Nederland. Die zijn hier 5 jaar of meer. Die mensen die moeten gewoon terug naar Syrië. Het gaat om 100.000 mensen of zo. Het slaat nergens op om die mensen hier nu voor. En je moet die mensen gewoon helpen. Maar willen ze dat bedrag? Kijk, als zij aangeven, wij willen dat en we hebben een startkapitaal nodig, nou, dan zou je langs die weg aan zo'n oplossing kunnen denken. Maar ik begrijp dit linkse. In eerste instantie gaat het er natuurlijk gewoon op. Denk nou eens aan Nederland. Ja, zeker. Denk nou eens, in plaats van aan de universele verklaring van rechten van mensen. Denk nou eens aan Nederland. Wat is nou goed voor Nederland? Oké. Ik wil even wat anders hierover bespreken. Want we hebben nog een paar minuten en er hangt ook iets anders aan deze discussie. Als je het hebt over remigratie, vrijwillige terugkeer, laten we kijken wie er gebruik van maakt, wie daar zin in heeft. Maar op het moment dat je het woord remigratie in de mond noemt, wordt er ook altijd gesproken, Joost Niemöller haalde die term ook al aan, deportatie. En dat vinden mensen toch een heel erg griezelige term, Thierry, als je het daar over hebt. Ja, dat is een Tweede Wereldoorlog vergelijking. Daar hadden we het eerder in de uitzending over. Dat zijn allemaal van die woorden, die treinen, die rijden naar het oosten, en weet ik wat allemaal, waar het gewoon om gaat. Ben je daar ook voor? Maar remigratie is wel terugkeer. Wacht even naar Thierry. Wij hebben het over een terugkeerregeling. En vrijwillig, in beginsel. Een migratiebeleid dat gericht is op een bevolkingssamenstelling krijgen in Nederland, wat ook helemaal niks te maken heeft met afkomst of ras of kleur, maar mensen die hun schouders willen zetten onder dit land. Daar gaat het om. En als je op een gegeven moment merkt dat het met de groepen, dat het niet werkt. Het werkt niet. Zij zijn niet blij, wij zijn niet blij. Het kost allemaal verschrikkelijk veel geld. Waarom niet om tafel gaan om een oplossing te vinden? Daar gaat dit over. Stel nou, Thierry, een remigratieplan. Nederland gaat daar werk van maken. En uiteindelijk blijkt dat, tegen wat jij in had gehoopt, dat er weinig mensen gebruik van maken. Zou je dan toch niet wat dwingender moeten doen? Dus dan kom je weer op dat woord van deportatie. Ja, dan heb je het probleem, zoals jij dat omschrijft in Nederland, met de huidige bevolkingssamenstelling. Dat zien we ook aan de samenstelling van de Nederlandse steden, al in meerderheid allochtoon. En dan? Moeten we nog steeds vrijwillig? Of zeg je nou, dan accepteer ik het maar? Of moet er dan met dwang wat gaan gebeuren? Het hele punt is dat wat blijkt is dat een hele aanzienlijke groep zich niet prettig voelt in Nederland. Dat helemaal niet blij is met die migratie. Heel graag zou willen remigreren, maar niet weet hoe dat moet. Dat is het startpunt voor dit beleidsvoorstel. Is dat onderzocht? Ja, er is heel veel onderzoek naar gedaan. Okay. En nou ja, het enige punt is nu dat wij volstrekt openstaande grenzen hebben. Dus dat als je dat nu doet, dat snap ik. Hè? Dus je moet ook daar iets aan doen. Maar om nou, ja, maar wat nou? Kijk, als mensen hier willen zijn en willen werken in Nederland en schouders eronder, dan zijn ze allemaal van harte welkom. Dat is het hele punt. Het wordt altijd in de racistische hoek geduwd. Het wordt in de extreemrechtse hoek geduwd. Nee, maar ik denk dat we naar creatieve oplossingen toe moeten. Stomme labels opgeplakt. Terwijl dit is gewoon een heel positief voorstel. Maar je kunt hier prima over nadenken. Win-win situatie. Je kunt hier prima over nadenken. En ik vind de vraagstelling vond ik niet helemaal zuiver. Want kijk, als mensen hier niet thuis horen, dan kun je ze uitzetten. Maar dat is een kwestie van handhaven. Kijk, het probleem in dit land is dat wij niks handhaven. De asielzoekers die hier komen, dat qua, laat ik zeggen, bijdrage aan, ja, ik ga het toch maar even benoemen, bijdrage aan de samenleving, dat het grootste probleem is. Want die zijn na 6 jaar meestal nog steeds niet in staat om een eigen baan in loondienst te vinden. Maar dit is de analyse, Twan. Even tot slot, want we gaan naar een afronding. Ja. Wat is de oplossing? Wat moet het kabinet nu als eerste doen? Ik vind dat ze die remigratiewet die ze af willen schaffen, dat ze die opnieuw moeten gaan invullen met een wat ruimer begrip dan dat er nu in staat, maar hem zeker niet afschaffen.
Misschien zou het een amendement kunnen worden als ik het voorstel zou horen op die wet. Ja, Thierry, is het goed voor FVD om dat eens even te gaan aankaarten? Dat heb ik gedaan. Daarom hebben we deze discussie. Omdat ik bij de algemene politieke beschouwingen heb gevraagd aan zowel de minister als aan de premier of ze bereid zijn om de wet te verlengen en uit te bouwen. En toen zeiden ze, het kabinet wil daar absoluut niet over praten. Ik heb het daarna nog aan Faber opnieuw gevraagd. En ze zegt, niet. Ja, waarschijnlijk gaat dat geld kost. Nee, omdat het niet mag van Pieter Omtzigt en omdat ze het gewoon hebben afgesproken. VVD wil het ook niet. De Amerikaanse presidentsverkiezingen naderen. Het early voting is in sommige staten al begonnen. En de kandidaten trekken alles uit de kast om de aandacht van de kiezer te winnen. Shout your own name for a minute. I'm having a lot of fun here, everybody. How are you? Nice to see you. That's great. Thank you, man. He's working at McDonald's. She never worked at McDonald's. McDonald's just confirmed that again, by the way. In other words, she's lying, Kamala. That's the laugh of a crazy person, I will tell you. Zoals ik me af te vragen of ik hier naar politiek of naar cabaret kijk, Jerry. Het is wel waar. Het is wel echt de lach van een gestoorde, ja. Het heeft hij goed gezien. Ja, is dat ook echt zo? Vind ik wel, ja. Ja, en dat klappen ook zo, dan denk ik, ik stem wel liever op die ander. Ja, dat maakt een iets coherentere indruk misschien. Thierry, wat is nou eigenlijk het belang van Nederland hierin? Het zijn Amerikaanse verkiezingen, maar waar heeft Nederland nou belang bij? De oorlog in Oekraïne, die zal denk ik eindigen als Trump wint. Dus dat is heel belangrijk. Onze jongens hoeven dan niet door Mark Rutte de loopgraaf ingestuurd te worden. Omdat Amerika gewoon zegt, nu is het einde oefening. Dat heeft in ieder geval Trump heeft het gezegd. Vance heeft dat gezegd. Bobby Kennedy heeft dat gezegd. Elon Musk heeft dat gezegd. Dus de mensen achter Trump en Trump zelf, die willen echt stoppen met die krankzinnige oorlog. En dat is natuurlijk wat wij ook willen. Dus daarom ben ik heel erg voor Trump. Dat is één. Twee is dat immigratie. De grenzen staan wagenwijd open. Onder Biden, de regering, 10 miljoen mensen uit Mexico, Amerika binnengekomen. Daar wil Trump een einde aan maken. Dat is ook heel goed. Dus op die hoofdpunten. En het derde punt dat ik wil noemen is de SDG's, World Economic Forum en de klimaatplannen. Dat hangt allemaal met elkaar samen. Daar is Trump wars van. Dus Klaus Schwab wordt nerveus, zeg maar, als Trump wint. En dat vind ik een goede reden om ook heel erg voor Trump en Kennedy te zijn. Hoe kan dat nou eigenlijk? Je noemt het al even, dat conflict in Oekraïne, wat zich daar afspeelt. Trump die zegt binnen één dag, ik regel het gewoon, afgelopen. Hoe kan het nou eigenlijk nog los van de verschillende politieke stellingnames over dat conflict, dat Trump, ook als we terugkijken naar die termijn van 2016 tot 2020, wordt altijd over gezegd, er is geen oorlogen begonnen, hij ging gewoon praten met Noord-Korea. Hoe kan het nou dat bijvoorbeeld een type als Trump dat nou veel beter voor elkaar krijgt dan Joe Biden of Kamala Harris of dat soort figuren? Omdat al die mensen gekocht zijn. De mate van corruptie gekocht door de grote bedrijven die hun verkiezingscampagnes financieren. De mate van corruptie in de Verenigde Staten, daar kunnen wij ons in Nederland maar heel moeilijk een voorstelling van maken. Maar al die campagnes die worden gefinancierd door de grote wapenbedrijven, door de grote financiële instituties, de grote medische, farmaceutische bedrijven. En die willen daar dingen voor terugzien. Dus de macht van corporate America op dat gebied is gigantisch. En oorlog is natuurlijk zwendel. Hè? Oorlog is een manier om belastinggeld van allerlei overheidsinstellingen naar private zakken te krijgen. Dus wapenindustrie, de Black Rocks van deze wereld, die de wederopbouwfondsen krijgen, enzovoort, enzovoort. Investeringsmaatschappijen. Trump is een buitenstaander. Die staat buiten, die heeft zelfs al zijn geld verdiend. Die heeft een paar miljard op de bank staan. Die doet dit vanuit een hele andere motivatie. En dat is ook waarom het hele systeem zich tegen hem heeft gekeerd. Daarom heb je van moordaanslagen tot een boycott in de media, tot noem het dan maar op, dat links en rechts, ook Bush heeft gezegd dat hij voor Kamala gaat stemmen. Weet je, ook de mainstream republikeinen, die gaan voor de Kamala. Want dat is het systeem. Dat is het systeem dat zichzelf met corruptie in stand houdt. Putin heeft ook zich uitgesproken voor Kamala Harris. Ja, hoe kan dat dan weer? Ja, volgens mij is dat gewoon Russische humor.
Oké. Okay. Zullen we dan op een later moment wel achterkomen? Je had het net al even over de media trouwens. Daarin viel jou ook wat op. Want jij schijnt, dat ga ik je toch onthullen, de Volkskrant te lezen. Ja, nee, ik heb net al een nieuwsbrief. Nou, dat pleit je maar, net vrij. Kijk, wat heel grappig is. Als je de mainstream media zou volgen, dan zou je twee beelden krijgen. Het eerste is dat Kamala Harris hands down dit gaat winnen. Dus je krijgt echt het idee. Dus bijvoorbeeld de Volkskrant die schrijft dan. Dat was heel grappig. De titel ga ik alvast geven. Harris betreedt vastberaden het Trump-gezinde hol van de leeuw Fox News. Na een droomvlucht van president Kamala Harris in de peilingen. Zo begint dat dan. Dus dan denk je wel een droomvlucht in de peilingen. We zijn bij de Efteling. We zijn in de Efteling. Het gaat gewoon fantastisch. En dus dat ene beeld dat je krijgt is van, ja, je hebt nog een paar mensen die Trump steunen, maar in principe iedereen is. En het tweede is dat je dus ook het beeld krijgt dat Kamala allemaal verstandige plannen heeft en compostmentis is en zo, zoals ook over Biden werd en dat Trump soort helemaal gek is en die man die kan. Trump houdt gewoon spontaan, zonder teleprompter, houdt hij gewoon een speech van 5 kwartier. En Kamala was op een gegeven moment haar teleprompter uitgevallen. Die begint gewoon meteen te stotteren. Dus het niveauverschil tussen die mensen is ook gigantisch. En okay. Dat komt totaal niet in de media naar voren. En ik denk ook dat het zo grappig wordt als Trump zo meteen die verkiezingen heeft gewonnen. De dag daarna ga ik, uitzondering op de regel, ga ik alle kranten kopen en lezen. Gewoon te genieten van hoe die journalisten. We kunnen nu al om die reden uitkijken naar de verkiezingen. Maar vertel eens even, hoe groot zijn de problemen nu bij het CBR? Ja, het is natuurlijk wat je net ook hoort. Het is natuurlijk schrijnend om te zien dat je, als je een praktijkexamen aan wil vragen, je wil je rijbewijs halen, dat je een half jaar moet wachten. Je zou kunnen zeggen, ja, hoe het nou ook maar precies mag komen, technisch gezien, het CBR moet dat toch gewoon oplossen. Want die wachtlijsten die zijn nu echt enorm lang. Waarom zien we nou geen verbetering? Want er werd telkens gezegd, ja, corona, dan worden die lijsten wat langer. Maar corona is voorbij. En de wachtlijsten zijn nog steeds langer of worden zelfs nog langer. Waarom wordt het probleem nog niet opgelost door het CBR, Jan? Ik denk dat we toch dat de overheid meer geld zou moeten stoppen bij het CBR om te zorgen dat er meer examinatoren komen. En, zou het niet kunnen dat het ergens wel heel goed uitkomt? Want je ziet dat ze graag willen dat er minder auto gereden wordt, toch? Dat is een anti-autobeleid, al heel lang. Al jaren is dat gaande. In Amsterdam, waar ik woon, is het zelfs zo dat je eigenlijk gewoon de drie hoofdstraten gaan ze gewoon tegelijkertijd afsluiten. Ja, maar Thierry, voor al die elektrische auto's heb je toch ook een rijbewijs nodig? Jawel, maar ze willen toch dat wij meer gaan treinen, dat we meer met openbaar vervoer. Pak de fiets. Welke treinen? Dus het is eigenlijk voor. Het komt ze wel heel goed uit. En dan denk ik, dan zie ik een mannetje van D66. Die dan het CBR leidt. Ja, bij mij is heel snel 1 en 1 is 2. Dit is natuurlijk niet de hoogste prioriteit vanuit de overheid, vanuit linkse partijen enzovoorts, om ervoor te zorgen dat het makkelijk wordt voor heel Nederland om zijn rijbewijs te halen en auto te rijden. Zit er wat in, Jan? Cynisch, maar. Ja, als dat zo zou zijn, zou het wel heel erg zijn. Want dan word je met z'n allen een beetje voor de gek gehouden. Want de consumenten zien nu de dupe van. Het is of gigantische incompetentie. Ja, nou, dat heb ik ook heel veel gezien bij de overheid. Mensen kunnen gewoon niet onwijs veel. Dus het is allemaal heel moeilijk voor ze. Die hebben nooit zelf hun geld verdiend enzovoort. En bij het tweede is ook dat er vaak wel een ideologische agenda zit. En ik denk dat moet je ook adresseren, denk ik, hoor. Autorijden zien zij al slecht voor het milieu. Dat is helemaal niet de toekomst. Toekomst is openbaar vervoer, toekomst is fietsen. Dus waarom zouden we die problemen oplossen? Die twee redenen, dat verklaart het. Want waarom is Nederland nou bestuurlijk totaal verstopt? Het komt omdat op al die belangrijke posities. Dus CBR is hartstikke belangrijk voor Nederland. Dit gaat om allerlei bewijzen, rijbewijzen, maar ook vaarbewijs, noem het allemaal op. En scooter, dat soort dingen. Daar komt dan iemand van het partijkartel. Die moet ook een baantje hebben. Laten we de Alexander Pechtold maar neerzetten. En dat is met al die posities. Net die mensen zijn unfireable. Die kun je niet meer ontslaan. Die zitten daar gewoon 20 jaar lang totdat hun pensioen komt. Die zitten daar inkomen te beginnen een beetje te vergaderen. Weet je veel? Ik denk gewoon evenveel als minister-president. Zo 150.000 euro. Of zo. Nog hoger. 180.000 euro. Nog hoger. Hoe verdient hij? 222.000. Gefeliciteerd! Ja. Maar lekker man, Pechtold. Dit is Nederland. Dit is hoe het werkt. Al die mensen. Ga maar naar al die posten. Commissaris van de Code. Al die mensen. Ja. En die mensen die houden het systeem allemaal in stand. Al die toezichthoudertjes. Allemaal één carousel van mensen uit hetzelfde kringetje. Nee, maar ik zie natuurlijk dat die overheid groeit en groeit. Hè, en is hier het probleem dat dit überhaupt een dienst is van de overheid? Je zou het prima kunnen privatiseren. Het ligt ook aan de regels, zegt mijn buurman. Nou, dan
Dan zou je bijna zeggen dat het cynisme van Thierry op zijn plaats is. Want die regels die kun je veranderen. Waarom worden die niet veranderd als die oplossingen zo voor de hand liggend zijn? Maar ik denk dat je zeker dit soort diensten moet privatiseren. Of misschien een CBR 2 of een CBR 3 moet maken. Totdat je dit aan de kant hebt, dit probleem. We kijken de rijschoolhouder even aan. Is dat een goede oplossing die Antoon aandraagt? Zou ik denk wel een wenselijke oplossing. Of het uitgevoerd wordt, dat is dan denk ik de tweede. Dan maak ik jou gewoon opvolger van Alexander Pechtold. Dus het is zo opgelost.